Voor de straatvraag van vandaag staan we op het Winkelenplein in Sliedrecht. We gaan de mensen hier vragen wat ze ervan vinden dat het strooisel al vanaf september in de winkel te krijgen is. Strooisout? Strooisel, Sinterklaas snoepgoed. Oh, Sinterklaas snoepgoed. Lijkt me voor de kinderen leuk, maar verder, voor mij is het nog niet echt nodig. U vindt het geen probleem dat het al in september te verkrijgen is? Nee, lijkt me niet. Ik denk dat de meesten dat gewoon kopen als ze het lekker vinden. Okay, heeft u het zelf al gekocht? Nee. Ik ben net opa geworden, maar die is nog te klein. Huh? Nou, dat vind ik een beetje jammer. Ik vind het wel heel gezellig altijd. Maar ik vind het zo jammer dat het dan weer zo gewoon gaat worden. En rond Sinterklaastijd dan ben je daar misschien alweer een beetje beu. Ja. En heeft u het zelf al gekocht? Ik heb wel al kruidnootjes gekocht. Ja, dat vind ik erg lekker. Wat vindt u ervan dat het Sinterklaas snoepgoed al vanaf september te verkrijgen is? Ik vind het fantastisch. Ik vind het geen probleem voor de kinderen. Nee, ik vind dat zo'n onzin. Wat maakt het voor die kinderen nou uit? Of het nou in november er ligt of eerder. Je kan toch gewoon zeggen dat Sinterklaas het al opgestuurd heeft of zo. Ik vind dat nou typisch gezeur. Okay. Heeft u het ook al gekocht? Daar is chocoladeletter, kruidnootjes. Ligt genoeg. Ik vind dat erg vroeg. Ik vind dat niet leuk. En koopt u het zelf dan ook niet? Nee. Dus u koopt echt pas in december, zeg maar? Ja, meestal wel. Of iets eerder, maar in ieder geval tegen de tijd dat je het nodig hebt. Ja. Ik vind het heel vroeg. Ja. Echt waar. Ja, het is wel lekker, maar het ligt al wel heel vroeg in de winkel. Ja. En koopt dan ook niet, of wel? Nee, nog niet. Nee. Ja, je moet niet te veel snoepen, hè? Nee, is ook zo. Maar koopt het echt pas ook in december? Nou, misschien al ervoor. Het ligt eraan of ik trek hem op of niet. Maar niet alweer in september? Nee. Wat vindt u ervan dat het Sinterklaas snoepgoed al vanaf september in de winkel is? Veel te vroeg. U koopt dan ook niet? Nee, zeer zeker niet. Nou, ik mag niet jokken. Kruidnootjes voor mijn man. Okay, ja. Maar u vindt het ook gewoon te vroeg. Waarom vindt u het te vroeg? Dan is... weet ik eigenlijk niet. Het is veel te vroeg, vind ik. Maar Sinterklaas nog lang niet... Niet voor de kinderen, voor de kleinkinderen. Die beginnen al te zeuren. Veel te vroeg. Waarom vindt u het te vroeg? Nou, ik bedoel, alles op zijn tijd natuurlijk. Mensen die zijn aan van de vakantie gekomen, dan beginnen ze daar weer aan. Dus, Nou, inderdaad. En u koopt het dan zelf ook niet? Nee, nog niet. Nee, echt niet. Nee. Echt in december pas? December, ja. Ja. Daar heb ik eigenlijk geen mening over. Geen mening over? Nee, niet over nagedacht. Vind ik ook prima. Vindt het geen probleem dat het al zo vroeg is? Nee. Oké, heeft het ook al gekocht? Ja. Oké. Okay. Kijk, daar komt het. Wat heb je gekocht, precies? Pepernootjes en kruidnootjes. En dit was de straatvraag van deze week. Tot de volgende keer. Dit was Actueel voor deze week. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer.